De Bellinghof is gebouwd dicht bij de plek waar ooit een havezate met dezelfde naam heeft gestaan. En dit goed wordt al in 1394 genoemd, maar dan onder de naam Vogelzang. Via vererving kwam Vogelzang in handen van de familie van Bellinghaven, die haar naam aan de havezate gaf. Momenteel wordt het huis bewoond door de kleinzoon van bouwheer Johannes ten Kate, Egbert ten Kate. En deze was op reis en liet honneurs aan zijn dochters, die de vele belangstellenden voorzagen van een informatieve folder, aan de hand waarvan een rondwandeling gemaakt kon worden door tuin en park. Een loofgang of loofperso is een gang van beukenbomen. En die beuken worden geleid om een gebogen metalen frame. De Engelsen noemen dat een lover's lane. Lekker koel in de zomer. De twee bruggetjes zijn een ontwerp van de bekende tuinarchitect Leonard Springer. Die ontwierp in 1917 de geometrische tuin direct om het huis en de slingerpaden daaromheen. De architecten Karel Müller en Johan Willem Hanraat kregen in 1917 de opdracht van Johannes ten Kate om de tegenwoordige Bellinghof te ontwerpen. En op verzoek van zijn vrouw werd er nog een kinderkamer toegevoegd. Het echtpaar had 6 kinderen.